gentlemen, from the depth of Mother Nature, I present you Kwanzaa News. Jum Sali, nieuws dat verbazend in uw oren klinkt. Listen to Jum Sali Info Channel. Awareness, the divine voice, and the truth will set you free. The message pierces as an arrow. Listen to Jum Sali. Black Consciousness University. Dolu, madimi luko nchakaba. Libisa manabu, kweti kweti. Denabu, kweti kweti. Denabu, okidale. Denabu, madimi luko nchakaba. Bakananga, libisa manabu. Denabu, lukubu, lukubu. Inaule, denabu. Anano, anano. Sensa pisten fuka inanga apple. Tiso, yeso sefi bela yome hata. You just can't save your yalata, ah, man. That one taking watch out, take your daddy. Yeah. So long as you're ticking, you're winning, man. Rig make a big gato, one fini, man. Whiskey. And Ben, if you go kaka de, I was see an ato. I can see safe, you can man. Huh. Anga kaka de finger, I de. Boy. Libi sama nabu. Yeah. De nabu. De nabio. De nabu. Watch out, watch out. De nabu. Habari Ghani. Hotep family. Welkom bij 10 minuten Jum Sali. Het is vandaag maandag 18 januari in het jaar 147 en een half na slavernij. Welkom. Wij zijn Abaisa Asaria. Malakai Ank Udia Senep. Waarom 10 minuten Jum Sali? Omdat we van plan waren pas in februari terug te komen. Maar een aantal mensen hebben gevraagd van, Abba, kan je tenminste 5 minuten of 10 minuten toch wel je stem laten horen en de ontwikkelingen volgen en doorgeven aan ons. Dus vandaar 10 minuten Jum Sali. Dit programma wordt gesponsord door de eerste sponsor, Artibo. Artibo is een grafstenenbedrijf. En die sponsort dit programma. Als er meerdere sponsors zijn of meerdere personen die een bijdrage willen leveren aan dit programma, dan zijn jullie van harte welkom. Oké? Waarom 10 minuten? In 10 minuten Jum Sali gaan wij nieuws voor u brengen uit Suriname. Uit Nederland, de Antillen en de rest van de wereld. Het is heel belangrijk dat u op de hoogte moet zijn van wat er speelt in de wereld. We gaan praten over politiek, maar we kunnen ook praten over spiritualiteit. We kunnen ook praten over van alles. Oké? Okay? In 10 minuten. En sommige dingen moeten we dus uit het hoofd gaan praten. Dus... Maar goed, we gaan het samen doen. Dus, totdat onze website klaar is, krijgt u 10 minuten elke dag van onze pauze. Oké? Okay? Laten we beginnen met Nederland. Binnenkort hebben we verkiezingen in Nederland in maart aanstaande. Maar zoals u weet, is de satanische regering van Nederland gevallen. De regering... die al jaren, jaar in, jaar uit, onze mensen gebruikt als stemvee voor hun eigen belang. En wanneer ze eenmaal daar zitten, dan worden we ook nog erbij onderdrukt. Of worden onze mensen in Nederland onderdrukt door middel van regelgevingen, allerlei wetten en maatregelen. En... We merken ook dat dezezelfde
politici en politieke partijen waar onze mensen voor regelmatig stemmen, nooit voor ons opkomen. Niet bijvoorbeeld, het heeft heel lang geduurd voordat de issue van Zwarte Piet besproken werd. En zo zijn er nog heel veel andere zaken die nooit behartigd worden door witte politici en witte politieke partijen. Dus lieve mensen, vanaf nu in onze 10 minuten Yumsabi zullen we gaan moeten mobiliseren. We gaan u informeren over wie onze betrouwbare kandidaten zijn. Op welke politieke partijen moet u stemmen en wat hun agenda is. Als wij merken dat er mensen in het verleden zich naar voren schuiven om zogenaamd voor ons op te komen in Nederland, dan zult u van ons horen waarom u niet op hen moet stemmen. Dus kortom, wij zullen objectief zijn zoals we altijd zijn en daar gaan we ons daarbij houden. We gaan u informeren, we gaan u adviseren op wie u moet stemmen. Oké? Dus vanaf nu zullen we ons bezig houden met onze nieuwe mobilisatie, omdat we nieuwe kansen hebben. We krijgen nieuwe kansen. Al jaren sinds ik wakker ben, heb ik nog nooit een politicus van Surinaamse afkomst gezien die expliciet en voor de Surinaamse en de Antilliaanse groep sprak en opkwam. De Surinamers, de halve Surinamers of de kwart Surinamers en Antillianen die in het parlement waren, die waren alleen maar daar voor hun eigen belang en de belang van hun meester. En het wordt nu tijd dat we onze politieke leiders gaan uitkiezen en dat we ze een mandaat gaan geven om namens ons te spreken en niet namens zichzelf. Oké? Wat Suriname betreft, lieve mensen. Laten we zo beginnen. Libisama nabu. 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 Libisama nabu. 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 Carter. Luister naar dat lied. Waarom wij dat zo zeggen? Jullie zijn ondankbaar. Mensen in Suriname. Vooral de Blakaman. Laat maar eerst beginnen bij de Blakaman. De Blakaman denkt dat zij het gekozen of uitverkoren volk zijn van de schepper. Ze gebruiken de Bijbel en allerlei passages en allerlei. Ze doen net als de Jehovah's getuigen en net als de radicale moslims en de rest. Ja toch, net als de Joden. Ze kopiëren deze gasten. Ze denken dat ze het uitverkoren volk zijn. Blakamangs denken dat. Maar zolang ik op aarde ben en ik wakker ben geworden. En ik heb gezien, ik heb gehoord en ik heb waargenomen. Ja toch, ik ben gaan zitten. Ik heb geobserveerd en ik ben tot de conclusie gekomen dat de Blakamang, het is niet de Blakamang die het uitverkoren volk hier op de wereld is. Het uitverkoren volk is dat volk of het zijn die mensen die volgens de instructies van de Allerhoogste Schepper of Moeder Natuur leven. Eén zijn met Moeder Natuur en één zijn met de Schepper. Dus het kan een Chinees zijn, een Javaan, een Hindustaan, een inheemse, het kan iedereen zijn. Oké? Okay? Omdat we 10 minuten hebben, moeten we het heel kort houden. Wat Santokki betreft, waarom zijn jullie teleurgesteld in Santokki? Santokki is helemaal niet veranderd. Santokki is strikt hetzelfde gebleven. Jullie hebben je verraden in Suriname. Jullie hebben je leiders verraden. Jullie zijn opportunistische mensen. Ondankbare mensen. Jullie Blakamangs, Kulis, Japanese, hebben jullie iedereen. Ja toch? De Hindustanen hebben voor hun criminele leiders gekozen. En nu moeten jullie betalen. Dus Santokki en zijn bende, die zijn niet veranderd. Die zijn gewoon hetzelfde gebleven. Van Brunswijk en die groep wisten we al. Het zit in onze genen. Voor degenen die zich nog niet hebben bevrijd van het verraad. En één belangrijk ding is.
Wanneer je tegen Blakamang de waarheid vertelt, dan beginnen ze boos op je te worden. Want ze willen altijd in een illusie blijven leven, toch? De Blakamang wil nooit de waarheid horen. Hij voelt meteen dat hij aangevallen wordt. En vooral de Djuka-familie van mij. De Djuka-familie voor mij. Dat is mijn tapse. Ik noem ze Djuka, maar dat u weet, de binnenlandse. Misschien niet allemaal. Maar wanneer je tegen onze Djuka-familie de waarheid vertelt, dan willen ze je meteen de mond snoeren. En het zijn dezezelfde mensen die beweren, ja, dat ze onderdrukt werden door Fotomang. Dat Fotomang een loopding. Dus mensen van de stad, die mogen hun niet, die geven hun geen kansen. Maar wanneer we kijken naar de handelingen die Breuswijk doet. Want we kijken niet naar Santokki. Santokki is niet veranderd. Santokki, wij wisten al, wij hadden u gewaarschuwd met wie u te maken hebt. Maar wij wisten ook dat mensen van het binnenland en veel Blakamangs verraders zijn. Veel Fotomang, Blakamang. Dus eigenlijk een heel Blakaras. Jullie zijn een verraderlijk volk. Jullie hebben de schepper verraden. Hoe kunnen jullie dan het uitverkoren volk zijn van de schepper? Hoe dan? Huh? Elke keer lijden jullie pijn. Elke keer, omdat jullie één ding nooit hebben geleerd. Van geen enkele leider die jullie de waarheid vertelt. En zolang jullie zo door blijven leven, zullen alle andere bevolkingsgroepen over jullie heen lopen. Santokki doet niets. Santokki is net de slavenmeester. Zwepen, slaan, ja toch? Mishandelen, bestelen. Dat doen de Bashas, de Bastianen, de Futuboy, de house niggers. Oké? Okay? Dit is de boodschap van vandaag. Morgen krijgt u weer een nieuwe editie. Oké? Okay? Alle mensen die volgens de instructies van de schepper leven en volgens onze informatie, die mensen behoren tot het uitverkoren volk. Dit was het 10 minuten Yumsabi voor vandaag. Doom, doom, doom.